Koen Bosmans, bevelhebber van de brandweer van Diest. Zondag open deurdag. Waarom moeten de mensen komen? Wel, in ieder geval, ze moeten zeker komen omdat we een brandweerdienst zijn en we toch altijd voor de mensen instaan. Dat is een heel tof gegeven al. En sowieso omdat er heel veel te doen is rond de kinderanimatie. Dus de kinderen kunnen hier van alles doen. Een springkasteel. Er zijn rondritten verzekerd met de brandweerwagens. En we hebben natuurlijk ook de mogelijkheden dat ze wat animatie hebben naar of gerelateerd met water. Ja, en doen jullie speciale dingen met het korps? Wij doen speciale dingen. We starten eigenlijk zondagmorgen al, maar dat is eigenlijk juist voor de open deurdag, starten we met een fotosessie van de manschappen. En nadien, ja, om 10 uur begint de open deurdag, gaat tot 18 uur verder. We hebben tussenin verschillende demos, zowel branddemos als eigenlijk demos op ongevallen eigenlijk. Ja, en de mensen kunnen dan live zien wat jullie doen? Ja, ze kunnen heel live zien, gewoon wel, zoals we het in Decht eigenlijk doen, doen we het nu ook. Dus we simuleren voor de brandoefening of demo een echte brand. We rijden er ook heen. We kunnen de mensen hier dan eigenlijk op, of in de kazerne, achter de kazerne zien. En voor het ongeval simuleren we eigenlijk een ongeval met een voertuig waar zelfs het Rode Kruis gaat in meespelen. Ja, en je doet dat een paar keer per dag, Koen? Ja, we doen dus dat twee keer. Mensen kunnen de ganse dag binnenvallen en dan zien ze altijd wel iets. Ja, dat is correct. Dus we hebben dan de brandoefening die we twee keer per dag doen en de simulatie van het ongeval. Maar we hebben ook tot 3 uur namiddag het redteam van de post Leuven en omliggende posten die eigenlijk een simulatie doen van onze brandtoren. Ja, tot 3 uur? Tot 3 uur namiddag, ja. Dus we moeten voor 3 uur komen dan? Ja, ja. Oké, goed. Succes, joh. Ja, bedankt.